transfer hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel. Youssef El Achoui heeft een 3-jarig contract getekend bij SC Heerenveen. De 29-jarige linksback komt transfervrij over van NEC. Ik ben heel blij dat ik hier bij Heerenveen mag komen spelen. Ik heb voor 3 seizoenen getekend en dat het zo lang duurde, dat was in verband met mijn blessure. Ik heb op 25 april heb ik mijn linker kuitbeen gebroken. Ik ben 30 april geopereerd. En ik mag nu al alles meedoen met de groep op de fysieke contacten na. Dus de partij vormen nog niet en ik hoop volgende week aan te sluiten. Ja, want hoe is het nou met jouw kuitbeen? Is alles weer helemaal genezen? Ja, bij een breuk geneest het bot al na 4 tot 6 weken. Nou, dat is dus ook bij mij het geval. Ik heb, na de operatie heb ik een foto in een MRI laten maken. Zag er goed uit. En 6 weken later, dus dat zag er ook goed uit. En ik heb 2 weken of 3 weken nadat ik geopereerd ben ik al begonnen met trainen. Dus zodat de achterstand niet te groot werd. Ik heb dus amper geen vakantie gehad. Maar dat had ik er wel voor over om zo fit mogelijk hier bij Heerenveen aan te sluiten. En wanneer denk jij je eerste minuten in een vriendschappelijk duel te kunnen maken? Ik hoop zo snel mogelijk eigenlijk. Deze week nog niet, volgende week misschien ook nog niet. Maar het kan volgende week ook zomaar wel gebeuren of die week erop dus. Na het vertrek van Goran Popov moest Heerenveen op zoek naar een vervanger. Trainer Ron Jans liet al enkele malen doorschemeren El Achoui graag bij de selectie te willen hebben. Dat vond ik ook, dat was ook een van de redenen om naar Heerenveen te komen. Het is voor mij belangrijk dat een trainer het in mij ziet. En natuurlijk moet ik ook knokken voor mijn plek. En de concurrentie zal daar zijn, maar daar ben ik niet bang voor. Maar het geeft je altijd wel een goed gevoel dat een trainer gecharmeerd van je is. Ja. El Achoui is in eerste instantie gehaald voor de linksbackpositie. Hij zal de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Kelvin Jong-Apin. Ja, ik ben een linksback. Ik kan ook op het middenveld spelen. Ik hou van opkomen. Ik geef altijd 100% inzet. Ik moet het meer van mijn mentaliteit hebben. En voetballend zit het volgens mij ook wel aardig in elkaar als ik me zo uit mag drukken. Vorig seizoen liet Heerenveen het in verdedigend opzicht nog wel eens liggen. Hoe denkt El Achoui dat dit seizoen te voorkomen? Nou, ik vind verdedigen doe je als team, als een collectief, als een team geheel. Verdedigen begint al voorin bij de aanvallers, zodat de middenvelders het iets makkelijker hebben en natuurlijk de verdedigers ook. En natuurlijk staan wij de verdedigers ervoor om zo min mogelijk doelpunten er doorheen te laten, met plus de keeper. Maar ja, we moeten het als collectief doen. Wat vorig seizoen was vorig seizoen. Ik vind dat je dat weer snel moet vergeten. Het was Heerenveen onwaardig om op de 11e plek te eindigen, zoals ik Heerenveen ken. Want ik heb ook met Breuer, met Radomski en met Berends gespeeld. Samen gespeeld. En die waren ook vol lof over Heerenveen. En dan hoor je ook wel links en rechts dingen. Dus ik vind dat we gewoon weer vooruit moeten kijken en dit seizoen moeten gaan voor de minimale Europese plek.